Onze volgende spreker is de heer Edgar Duperron. En hij is hoogleraar privaatrecht en decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid. En hij zal gaan praten over recht en menselijk gedrag. De zoektocht naar recht, dat werkt. En ik mocht er niet bij vertellen, maar ik doe het lekker toch. Hij had ook de prijs gewonnen in 2005, docent van het jaar. Ik zou zeggen, ik wens u veel plezier met de lezing van de heer Edgar Duperron. Ja, u heeft het net van Ernst Hirschpalin kunnen horen als u er al was. Het recht is bedoeld om de stad en meer in het algemeen de samenleving te ordenen. En dat doe je alleen als mensen zich gedragen naar het recht en binnen de grenzen van het recht. En dat betekent dat het recht noodzakelijkerwijs veronderstellingen heeft over hoe mensen werken. Hoe mensen denken, hoe ze reageren op regels. Nou, die traditionele veronderstellingen van het recht, dat zijn de volgende. Dat als je geestelijk gezond bent, dan beschik je over een vrije wil. En dan maak je rationele keuzes gebaseerd op de informatie die je tot je beschikking hebt. Je kan de gevolgen van je beslissingen en van je handelingen overzien in redelijke mate. En je kan betrouwbaar verklaren over wat je hebt meegemaakt en hebt waargenomen. En bij die traditionele veronderstellingen van het recht horen begrippen als opzet en met voorbedachte raden in het strafrecht. Je ziet het in het consumentenrecht, waar je als consument overspoeld wordt met informatie over telefoons, over energie, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Overal in het recht zie je dat terug. Getuigen, de positie die ze hebben in het strafproces, in het civiele proces, helemaal gebaseerd op dat mensen betrouwbaar kunnen verklaren. Nou, ik weet niet of u zich herkent in dat traditionele beeld van de rationeel denkende informatieverwerker. Als dat zo is, dan heeft u geen kennis genomen van deze boeken. De boeken van Dick Swaap en Victor Lamme. Daar is natuurlijk nog veel meer literatuur erover. Victor Lamme komt hier vanmiddag zelf ook. Want die zetten die traditionele veronderstellingen van het recht volledig onder druk. We hebben helemaal geen vrije wil. Wat wij doen wordt bepaald door ons brein en door de geschiedenis van dat brein die bepaalt hoe dat brein reageert op de omstandigheden. En de menselijke rationaliteit die is daarbij zeer begrensd en onderwerp van allerlei wetmatige fouten. Nou, dat is natuurlijk leuk dat je dat kan lezen in die boeken, maar de vraag is, en dat is de vraag die ik vandaag aan de orde stel, welke gevolgen moet dat nou voor het recht hebben? Want zoals Victor Lamme in zijn boek schrijft, rechtspraak zou toch niet moeten bouwen op illusies, op concepten die we ooit bedacht hebben, maar die niet blijken te bestaan. Nou, het eerste waar je dan natuurlijk aan denkt is het strafrecht. Dat is niet mijn vakgebied, ik zeg het erbij. Nou, ik heb hier een citaat over de moderne strafrechtwetenschap. Die is deterministisch. Ze erkent het causaliteitsprincipe ook voor de menselijke wil. Ook voor wilsuitingen die wij misdadigen noemen. En zij zoekt die gronden in het organisme van de mens. Nou, dat klinkt allemaal heel modern, maar dat is het niet. Want het komt uit een proefschrift dat aan deze faculteit in 1900 is verdedigd door mijn overgrootvader van moederszijde. Dat ontdekte ik stom toevallig. J.R.B. de Roos. En die had het over de wetenschappelijke inzichten van toen. En ja, dan begrijpt u wel waar we het toen over hadden. Dat waren dit soort plaatjes. Hè? De Lombroso-types. Doorgegroeide wenkbrauwen. U weet het allemaal. Hè? Dat was toch een aanwijzing dat je een criminele inslag had. Mijn grootvader, moet ik er tot zijn grote eer zeggen, was daar overigens erg kritisch over. Over die methode. We keken dus toen naar het hoofd van mensen om te zien of zij een misdadige inslag hadden. Nou, tegenwoordig kijken wij in het hoofd van mensen om te zien of zij een misdadige inslag hebben. En dan zie je bijvoorbeeld, en ik ben geen cognitiewetenschapper, maar dan zie je bijvoorbeeld dat hun prefrontale cortex, dat die verminderd actief is, dat ze verminderd in staat zijn hun impulsen te beheersen. En zo zijn er een heleboel andere afwijkingen. Je kunt daar in die boeken van Swaap en Lamme van alles over lezen. Die maken dat mensen een grotere neiging hebben tot crimineel gedrag. Nou, als je dat nou koppelt aan het traditionele mensbeeld van het recht, ja, dan moet je denken, ja, niemand gaat meer de gevangenis in, hè? Want we kunnen er niks aan doen. Ik bedoel, als we geen vrije wil hebben, ja, dan zijn we ook nergens verantwoordelijk voor, hè? Want ik beslis niet om crimineel te zijn. Dat is het gevolg van de geschiedenis van mijn brein. En daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dus iedereen voortaan vrij. En dat is makkelijk, kunnen we het strafrecht ook afschaffen.
zoals u zult kunnen lezen in die boeken, is dat een onjuiste conclusie. Want dat is namelijk een conclusie die nog gebaseerd is op de gedachte dat er iets van een vrije wil en een vrije eigen verantwoordelijkheid is. Je zegt van ja, ik ben ik en daarnaast is mijn brein. En ik heb geen invloed op dat brein, dus ben ik niet verantwoordelijk. Dus hoef ik niet naar de gevangenis. Maar de les uit die boeken is nou juist dat je je brein bent. En als we je brein opsluiten, dan sluiten we dus jou ook op. Ja, dus die integrale verantwoordelijkheid voor wat je doet, doet in wezen helemaal niet af aan de grondbeginselen van het strafrecht. Dus de gedachte dat dit betekent dat niemand meer verantwoordelijk is, niemand meer gestraft kan worden, die is onjuist. Maar waar het natuurlijk wel toe leidt is de vraag, zouden we dat strafrecht niet wat efficiënter kunnen inrichten? Want wat is, nou, wat is de zin van iemand opsluiten? Dat is natuurlijk een vraag die ook al 2 eeuwen gesteld wordt. Daar gaat dat proefschrift van mijn overgrootvader ook over. Helpt het mensen nou? Want als er sprake is van een bepaalde hersenstructuur die maakt dat iemand zich crimineel gedraagt, ja, heeft het dan zin om hem 10 jaar in de cel op te sluiten? Wordt hij daar beter van? Of zou hij iets anders moeten doen? En mijn voorspelling is dus dat we in het strafrecht zullen gaan naar een strafrecht dat veel meer op de behandeling van mensen gericht is. Dus een medicalisering van het strafrecht. We hebben dat al in het verleden gezien, maar de wetenschap schrijdt voor. En we gaan dit gewoon nog een keer meemaken, maar nu met een grotere wetenschappelijke onderbouwing, waar veel preciezer wordt gekeken, wat is nou eigenlijk de oorzaak dat mensen met name ernstige misdaden plegen? Wat kunnen we eraan doen? Kan iemand vrijgelaten worden? Of moet hij toch nog maar een tijdje vastzitten? U heeft die ongetwijfeld het proces gevolgd van Anders Breivik. De vraag of hij wel of niet toerekeningsvatbaar was. Nou, mijn emotie daarbij was, het dondert niet als ze hem maar opsluiten zolang hij dit soort gedachten heeft. En dat is eigenlijk een beetje de basis, denk ik, van het toekomstige strafrecht. Daar zit wel een klein gevaar aan. Want je kan natuurlijk nog verder gaan. Je kan zeggen, waarom gaan we eigenlijk wachten tot iemand misdaden pleegt? Ik durf het voorbeeld nauwelijks te geven, maar laten we aannemen dat er niet meegekeken wordt. Stel dat jij een hele agressieve kickbokser bent, hè? Met een verlaagde agressiedrempel. Moet je dan eerst iemand invalide schoppen voordat het strafrecht zich echt met je gaat bemoeien? Of moet je eigenlijk zeggen van, nou, we gaan dat van tevoren eens even bekijken bij mensen. En als iemand die neiging heeft, dan gaan we hem preventief behandelen. Ik zeg niet dat ik daarvoor ben, maar ik zeg dat het eigenlijk best een logische voortzetting is van de gedachte zoals die over de relatie medische inzichten en strafrecht naar voren komt. En de filmliefhebbers onder u zullen dan denken aan de film Minority Report, waar het oplossen van, of het voorkomen van misdaden die nog niet gepleegd zijn, eigenlijk het thema is. Er is ook een mooie televisieserie over, Person of Interest. Ik zag toevallig dat die vorige week bij Veronica is begonnen. Dat gaat uit van deze thematiek. Voor sommigen misschien een droombeeld, voor anderen een schrikbeeld. Maar het is wel een vraag waar het recht voor staat. Als we het over films hebben, dan gaan we meteen naar een ander filmbeeld dat de filmliefhebbers natuurlijk ook zullen herkennen. Een scène uit The Usual Suspects, op zichzelf ook alweer een filmverwijzing. Ik stip dat alleen maar even aan, de betrouwbaarheid van getuigenbewijs. Dat blijkt ook uit die boekjes, getuigenbewijs heb je allemaal heel weinig aan. Ik heb een keer een proces meegemaakt. Daar was de vraag of iemand iets gestolen had. De volgende vraag was, had hij daar tijd voor? En dat hing er vanaf hoeveel kopjes koffie die mensen gedronken hadden. 6 jaar geleden, hè, moet je zich voorstellen dat je dat aan iemand gaat vragen. Weet u nog, toen u op bezoek was daar, hoeveel kopjes koffie u toen gedronken had? En daar hing de uitkomst van die procedure af. En mensen dachten werkelijk dat daar een betrouwbare verklaring over kon worden afgelegd. Nou, het zal duidelijk zijn, voor zover je dat al niet wist, dat uit de nieuwe inzichten in de neurowetenschap de betrouwbaarheid van dat soort bewijs sterk ter discussie zal komen te staan. Nou, dit even over de neurowetenschap. Nou, naar de psychologie meer in het algemeen. En dan neem ik u even mee naar Sint Maarten. Dit is een filmpje voor de mensen die buiten staan van een vliegtuig dat opstijgt en op het vliegveld van Sint Maarten. Dat is vlakbij het strand. Dat kan daar kennelijk niet anders. En mensen gaan dan aan het hek hangen om in de straalstroom van de motoren te wapperen. En dat is niet verstandig, zoals uit het filmpje zou blijken. Het wordt nog veel erger. Mensen die... Ja, nou, krijgt u het ook nog in slow motion. Dat loopt dus met die mevrouw niet goed af. Dus niet dood, maar wel
ernstig gewond. Nou, een casus als deze, waar overigens die mevrouw niet voor de sport aan dat hek ging hangen, maar gewoon naar een vliegtuig aan het kijken was dat vertrok, heeft geleid tot een arrest van de Hoge Raad. En dat ging over het soort waarschuwingen dat je bij zo'n vliegveld moet hebben. En daar was dat rechter waarschuwingsbord. Daar staat op low flying and departing aircraft blast can cause physical injury. En daarvan vond het Hof in die zaak dat dat niet een voldoende waarschuwing was. Dus die mevrouw die daar stond, kreeg geld, want dat was onvoldoende waarschuwing. Nou, inmiddels heeft men dat bord veranderd. Hè, nu is er een tekeningetje van iemand die zo'n beetje door de lucht vliegt. Hè, door die jetblast. En dan staat er jetblast of departing and arriving aircraft. Nou, arriving weet ik eerlijk gezegd niet, want die gaan meestal geen motoren aan, maar goed. Can cause severe physical harm resulting in extreme bodily harm. Dat begrijp ik eerlijk gezegd helemaal niet wat dat betekent. And or death. Dat laatste is wel weer begrijpelijk. He, het loopt in elk geval slecht met je af. Dat staat er. Nou, iets duidelijker waarschuwing, want hij geeft wat meer aan wat het gevaar is. Maar het helpt natuurlijk niets, hè. Dat blijkt uit dat filmpje, want dat filmpje is van na dit bord. En als u op YouTube zoekt op fansurfing, want zo heet die sport, dan vindt u nog veel meer van dat soort filmpjes. En hoe komt dat natuurlijk? Ja, omdat mensen het doen. Kijk, een deel van de mensen, als u goed naar dat filmpje gekeken hebt, ziet u weglopen als dat vliegtuig gaat vertrekken op het strand, met name mensen met kleine kinderen. Maar er zijn ook mensen die lopen bewust naar dat hek toe om er aan te gaan hangen. Ja, en als de een het doet, dan zal het wel veilig zijn. Dus dan doet de ander het ook. Kuddegedrag. Ja, een van de belangrijkste afwijkingen. Nou, en dat kuddegedrag leidt dan tot gevaarlijke situaties. Dus wil je daar werkelijk de zaak beveiligen, en je kan dat niet met technische middelen doen, dan zal je de voorbeeldfunctie moeten vervullen. Je zal streng moeten optreden tegen mensen die toch aan dat hek gaan hangen. Het werkt voor de Amsterdammers, en er zullen hier velen zijn, net als met een bordje verboden hier fietsen te parkeren. He, dat heeft ook alleen maar zin als je iedere fiets die er staat meeneemt naar een gemeentelijk depot ergens. Want zodra er twee fietsen staan, denkt de rest van ja, nou, dan kennelijk kan het toch. He, en voor je het weet is het één grote fietsenparkeerplaats. Een ander ongeval dat tot een uitspraak van de Hoge Raad leidde, ging over een skielerles. Heel treurig geval. Een mevrouw die haar eerste skielerles had, achterover viel. Eerst niks leek te hebben, maar binnen een paar uur bezweek aan hersenletsel. Moeder van jonge kinderen, dus er was een aanleiding voor een forse schadeclaim. En daar heeft het Hof gezegd, en het gerechtshof en de Hoge Raad heeft dat gehonoreerd, dat bedrijf dat die skielerles organiseerde te weinig had gedaan. Die had namelijk tegen de cursisten gezegd, daar liggen helmen en die kunt u opzetten. Maar dat was niet genoeg. Ze hadden het dringende advies moeten geven om een helm op te zetten. He, zo van, nou ja, als u valt, dan is het heel gevaarlijk, dus zet alsjeblieft een helm op. Maar, en dat vind ik heel belangrijk, het Hof zegt erbij, vanwege de voorbeeldfunctie had van de docent verwacht moeten worden dat hij zelf ook een helm droeg. En daar zit hem nou precies de crux. He, dat is dus een van de lessen die het recht uit die psychologie kan leren. Als die docent doet dat het net zo goed zonder helm kan, en andere cursisten, dan gaan mensen geen helm dragen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor skileren, maar ook voor fietsen. He, voor jonge kinderen en voor ouderen is fietsen best gevaarlijk. Eigenlijk veel gevaarlijker dan skielerles als je naar de statistieken kijkt. Toch dragen Nederlanders over het algemeen geen helm. Ik woon in Den Haag. Als je er iemand met een helm ziet, weet je zeker dat het een expat is. He, dat doen Nederlanders, doen dat gewoon niet. En willen wij mensen aan de helm krijgen, ja, dan kan dat eigenlijk alleen maar doordat iedereen het gaat doen. Want anders word je uitgelachen. Dus de voorbeeldfunctie tegen het kuddegedrag is voor de veiligheid veel belangrijker dan waarschuwingsborden. En we moeten überhaupt een beetje af van die waarschuwingscultuur. Dat helpt allemaal niks. He, je moet zorgen dat de structuren veiliger worden. En die idiote waarschuwingsborden, ik verzamel die dingen. Als u leuke waarschuwingsborden heeft, hou ik mijn aanbeveling. Dit komt. Het graven van een kuil kan levensgevaarlijk zijn. Strand van Scheveningen. Nou is dat treurig genoeg waar. Hè? Er komen ieder jaar kinderen om doordat ze in ingestorte kuilen zitten. Maar die kuilen zijn dan wel wat dieper dan deze. Hè? Ik bedoel, dit is alleen gevaarlijk in een mijnenveld als je zo'n kuil graaft. En dus dit is een volkomen zinloos waarschuwingsbord. Want het legt niet uit wat het gevaar is en het legt niet uit hoe je dat gevaar kan vermijden. Nou, en dan om onze eigen universiteit een beetje belachelijk te maken. Dit is een waarschuwingsbord uit de Oude Manhuispoort. Voor de mensen buiten staat op, dit is een deur. Deze deur kan zonder waarschuwing naar buiten toe opengaan. Het zich in de draaicirkel bevinden is voor eigen risico. Nou, dan weet u dat.
Als er nou heel veel mensen in de draai... Mensen die vroeger op de Oudemonnische Poort hebben gestudeerd... die weten dat er een deur in de gang was die af en toe opensloeg. En die kreeg je dus echt in je gezicht. Dat was levensgevaarlijk. Wat heeft men gedaan? Niet stomme borden. Men heeft die deur vervangen door een schuifdeur. Kijk, dat is nou een oplossing waar je wat aan hebt. Laatste onderwerp. De nudges. Een andere psychologische eigenschap van mensen is dat ze... Nou, sommigen hebben het over status quo bias, maar volgens mij is het meer inertie. Mensen houden de situatie graag zoals die is. En er is een hele stroming in Amerika, choice architectuur, waarin je gaat proberen mensen betere keuzes te laten maken door de voorkeursopties te veranderen. Het mooiste voorbeeld is uit het pensioen. Hè. Mensen die moeten, zeker in Amerika, maar wij ook, sparen voor aanvullend pensioen. Nou, als je dat gewoon een briefje stuurt van wilt u iedere maand 100 euro opzij leggen voor een aanvullend pensioen, doen heel weinig mensen dat. Op het moment dat je zegt, wij gaan ervan uit dat u iedere maand dat wil doen, tenzij u ons laat weten dat u dat geld gewoon op uw rekening wil hebben, gaat 80% laat gewoon dat geld op die rekening storten. Dus je kan door de manier waarop je de voorkeursoptie voorgeeft, kan je de beslissing van mensen veranderen zonder dat je hun vrijheid eigenlijk aantast. En dat noem je het libertarisch paternalisme. Het paternalistische aspect is het veranderen van die voorkeursoptie. En het libertarische aspect is dat je mensen toch de vrijheid geeft om af te wijken. Nou, u ziet daarbovenaan Pia Dijkstra, Kamerlid voor D66, met een orgaandonatie. Als u deze maand iemand leven zou kunnen redden, zou u dat dan doen? Dat is een Ramadan-poster overigens. Ja, nee. Nou, dit is precies wat Pia Dijkstra heeft voorgesteld. Hè. Nu is het zo dat je bewust moet kiezen voor orgaandonatie. Als je dat niet gedaan hebt, als je geen donorcodiciel hebt, dan kunnen die organen niet gebruikt worden. Zij zegt, we doen het omgekeerde. We gaan veronderstellen dat iedereen toestemming geeft. En als je dat niet wil, dan moet je dat verklaren. Dat is een voorbeeld van die choice architecture. Vraag is of dat een goed idee is. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij van de Geneeskunde vindt van niks. Ze hebben één heel, vind ik, heel goed bezwaar zeggen. Je kan geen onderscheid meer maken tussen mensen die er bewust voor gekozen hebben en mensen die alleen maar stil hebben gezeten. En dat is in de discussie met de nabestaanden lastig. Want nabestaanden zullen zich veel eerder conformeren aan een expliciete keuze dan aan een impliciete keuze. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben, maar dat kan je doen door het systeem te veranderen en dat verschil wel in het register zichtbaar te maken. De auteurs van het boek Nudge, Thaler en Sunstein, die hebben een andere oplossing. Die zeggen, dit is zo'n gevoelig onderwerp, hier moet je zogenaamde mandated choice doen. Je moet mensen verplichten om een keuze te maken. En hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld te zeggen, u krijgt geen paspoort of u krijgt geen rijbewijs als u niet deze simpele ja-nee-vraag beantwoordt. Nou, u moet zelf maar verzinnen wat u een grotere ingrijping op uw vrijheid vindt. Maar wat u zich wel moet realiseren is dat het natuurlijk heel makkelijk om in abstracto hier de vrijheid te verdedigen. Maar dat kost duizenden levens per jaar, hè, die vrijheidsrechten. En de vraag is dat het waard? Nou, de onderste is de burgemeester van New York. Die een verbod heeft, althans dat wil hij invoeren, op het verkopen van cola in en andere suikerhoudende frisdrank in eenheden groter dan 16 ounce. Dat is ongeveer een halve liter. Dus groter dan dat mag niet meer. U moet weten dat die hoeveelheden in Amerika steeds verder zijn toegenomen. 23 ounce is nu geloof ik de middelmaat. Vroeger was dat veel meer dan de allergrootste maat. En Bloomberg zegt dat moeten we niet willen. Er zit allemaal suiker in. Hij heeft hier torentjes van die suiker. 16 ounce maximum. En als mensen meer willen, ja, dan moeten ze maar 2 bekers kopen. Dus je kan nog wel meer drinken, maar je wordt niet daartoe verplicht. En dan wil ik je toch niet onthouden wat een Amerikaanse journalist daarover schreef in de New Yorker. Die zei, ja, dat lijkt natuurlijk alsof alle New Yorkers nu blootgesteld worden aan een groot sociaal experiment van de burgemeester. En dat is eigenlijk ook wel zo. Maar ze moeten zich realiseren dat ze de afgelopen 40 jaar zijn blootgesteld aan een groot sociaal experiment van de drankfabrikanten en de fastfoodindustrie. En wat heb je nou eigenlijk liever? Dus daar komt dat vandaan. Dit als laatste voorbeeld. Tot slot. Ik hoop het hebben laten zien, hè, dat kan natuurlijk alleen maar in vogelvlucht, in zo'n kort mini-college, hoe belangrijk die gedragsaspecten zijn voor de vormgeving van het recht. En dat die traditionele veronderstellingen van het recht, dat die niet meer werken. En waar ik heel trots op ben, is dat wij in de rechtenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam, in het bachelorprogramma, dus dat krijgen alle studenten, een nieuw vak hebben ingevoerd. Begint dit semester.
recht en menselijk gedrag, waarin die traditionele veronderstellingen van het recht, die ik hier besproken heb, maar nog vele andere, ter discussie worden gesteld en onderuit worden gehaald. En het doel daarvan is ten eerste natuurlijk wetenschappelijk, hè, meer inzicht in hoe de mens echt werkt, maar ook om als die mensen later gaan werken als advocaat, om als rechter de vreselijke gevallen van onrecht die we in het verleden hebben gezien, omdat getuigen voetstoots werden geloofd, hè, omdat statistisch bewijs werd aangenomen voor waar, terwijl dat niet waar was, hè, dat die studenten leren om daar kritische vragen over te stellen, zodat uiteindelijk het recht zijn functie als ordening van de samenleving beter kan vervullen. Ik dank u voor uw aandacht. Nou, dat ging volgens mij heel goed als docent van het jaar 2005. Dat is al lang geleden, hoor. Ja, ik vond het toch erg goed gaan. Misschien meedoen voor de docent van het jaar 2012? Dat is inderdaad aan de studenten. Ik maak er hier even een geintje over. Maar die prijs, ik heb het vanmorgen inderdaad ook verteld, is een prijs voor docenten die op een fantastische manier lesgeven en op een fantastische manier onderzoek doen. Het is echt gekozen door de studenten. Dus als je zo'n prijs verdient dan ben je gewoon een goede docent. Maar we hebben gelukkig heel veel goede docenten. Dus ik denk dat ieder jaar een andere hem gaat winnen. Dat is ook zo. We hebben tijd voor één, heel misschien twee vragen. Dat ligt eraan hoe. Als u het goed vindt, kijk ik heel even verder. Want ik heb u al een keer eerder de kans gegeven. Of er moet niemand anders zijn, want dan krijgt u natuurlijk het woord. Wie heeft er een vraag? Hier buiten, er wordt de duim opgestoken, foto's. Buiten wordt er gezegd hoe verschrikkelijk goed het was. Zo begrijp ik het. Nou, er worden duimen opgestoken. Dat is heel fijn. Dank u wel, mevrouw, voor buiten. Heeft er hier iemand binnen of buiten? Dan moeten we met gebarentaal gaan werken. Een vraag voor de heer Duperron. Zo niet, meneer, dan krijgt u het woord. Wat is, kunt u weer even gaan staan en heel hard praten? Kijk, ziet u ruimte voor herstelrecht, was de vraag. Ik zie zeker ruimte voor herstelrecht. Als u daarmee bedoelt recht dat bijvoorbeeld niet gericht is op straffen primair, maar op het herstel van sociale relaties. Dat is een veel betere methode om het recht om te gaan dan het pure straffen. In het algemeen probeer ik mijn studenten te leren dat het recht iets is dat je pas moet gebruiken als je niks anders meer hebt. Je gaat bij burenruzies bijvoorbeeld meteen procederen. En dan zeg ik altijd, waarom gaat u niet eerst een kopje koffie drinken? Daar begint het toch altijd mee. Dus ik zie ruimte voor herstelrecht. Maar het moet niet zo zijn dat slachtoffers min of meer worden gedwongen eraan mee te werken. Dus ruimte voor herstelrecht, maar wel aan het slachtoffer te beslissen of die daaraan mee wil werken of niet. Oké, duidelijk antwoord. Is er nog zo'n ontzettend goede korte vraag? Ik dacht even dat de cameraman zijn hand opstak. Maar... Mag ook hoor, mag ook. Oké, naar achterin. Moeten we de Griekse politici niet straffen voor het vervalsen van de statistieken? Nou, dat is ja of nee. Wat is daarop uw antwoord? Nou, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Alleen, dat moeten ze in Griekenland maar doen. Daar hebben ze natuurlijk meer last van. Want ja, nou die laatste F-16's die we nog hebben, de Acropolis te laten bombarderen of zo. Dat gaat ook weer. Het internationale strafhof wordt geopperd. Nou, dat zou ik toch willen reserveren voor de iets ernstiger misdraden. Waar er ongelukkig nog heel veel mensen rondlopen die vreselijke dingen hebben gedaan. Als we die allemaal gehad hebben, dan kunnen we misschien aan de Grieken toekomen. Mag ik u heel erg bedanken, meneer Duperron, voor een fantastisch betoog. U krijgt nog een klein presentje van ons. En we zien u heel erg graag eventueel een volgende keer terug. Dank u wel, Edgar Duperron. En we gaan er weer even tussenuit, zoals wel vaker gezegd wordt. 1 of 2 minuutjes, er moet even een computer omgebouwd worden. Dat geeft u de gelegenheid wellicht om een frisse neus te halen, of om weg te gaan, of om juist naar binnen te komen. We zijn over 2 minuten bij u terug met het volgende college. Mijn college ging over de veronderstellingen die het recht heeft over hoe mensen zich gedragen, hoe ze beslissingen nemen. Dat uit inzichten uit de neurowetenschap en de psychologie blijkt dat dat eigenlijk niet klopt en hoe het recht zich daaraan zou moeten aanpassen. Hoe belangrijk is nieuwsgierigheid in mijn werk? Heel erg belangrijk.
Ik ben geen traditioneel jurist. Het onderwerp van mijn lezing ligt ook echt op het grensgebied tussen recht, psychologie, cognitiewetenschap. Ja, dat komt omdat je nieuwsgierig bent als onderzoeker. Je wil steeds de grenzen van je eigen vakgebied verkennen. Als je dat niet doet, dan kom je niet verder. En voor studenten geldt eigenlijk precies hetzelfde. Die moeten diezelfde nieuwsgierige houding hebben, dan komen ze verder. Wat betekent de UvA voor de stad Amsterdam? Nou, het betekent in ieder geval een bron van allerlei creatieve ideeën, zoals het organiseren van dit prachtige glazen huis op het Spui. Maar het is vooral een plek waar heel veel Amsterdamse jongeren gaan studeren.